allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is vrijdag vandaag, het weekend is weer begonnen en dit weekend zullen jullie vooral heel veel Feyenoord zien. Hoezo zullen jullie heel veel Feyenoord zien? Nou, het is dit weekend is het de klassieker Feyenoord Ajax. Vanavond komt Joost naar mij toe en morgen gaan we naar de laatste training in de Kuip. En zondag dus naar de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Ik ben in ieder geval reuze benieuwd en ik hoop dat we winnen, maar ik heb zo'n slecht gevoel. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb een beetje slecht gevoel. Ja, Ajax altijd, hè, altijd lastig, hè. Altijd problemen tegen die 020ers, hè. Altijd zorgers. Maar goed, ik hoop dat we winnen en dat we die aartsvijand eens even flink aanpakken. Dit is in ieder geval ook de eerste vlog met mijn nieuwe camera, jongens. Ja, wen er alvast aan. Dit is het nieuwe beeld. Dit is het nieuwe beeld. Ik hoop dat het geluid een beetje goed is. Het beeldkwaliteit een beetje goed is. Dit is dus mijn nieuwe camera. En dat neem ik vandaag voor het eerst. Mijn vlog mee op. Vanavond komt dus Joost en dan gaan we nog even lekker een drankje doen. Ik zal natuurlijk ook filmen als hij er is, uiteraard natuurlijk. En ik ga nog even editen. Ik loop nog steeds achter. Ik ben nog maar bij maandag. En het is inmiddels al vrijdag. Dus ik moet echt even vaart maken en alle vlogs een beetje snel een beetje bewerken, want ik loop een beetje vreselijk achter qua editen. Dus vandaar, dus dat moet echt even een beetje opschieten, want het is ook niet echt mijn schuld eigenlijk, want ik heb gewoon een heleboel tijd verloren aan het Openluchtmuseum en door het gedoe met dat ik mijn camera kwijt was. Het waait lekker in ieder geval, het regent. Ik hoop dat het van het weekend wat minder zou worden. Maar ik heb gehoord dat het toch wel weer gaat waaien en gaat doen. Dus ik heb een beetje slecht gevoel dat het dit weekend goed weer gaat worden. Maar we gaan in ieder geval wel natuurlijk vloggen natuurlijk. Begint bij de training van morgen en dan daarna de wedstrijd. Andere dag op zondag. Om 2:30, dus ik ben reuze benieuwd. Ik ga nog even snel aan de slag, want ik moet echt even die vlogs in orde hebben, want het is echt waardeloos is dat. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo mensen, en het is inmiddels 9:15 en moet je eens kijken wie er op visite is. Gewoon Joost! Gewoon, Joost is op visite. En we zitten alweer lekker aan een rummetje. Kijk maar. Zitten we alweer. Oh, moet ik even kijken. Hiro, kijk eens. Hij zit alweer aan de rum hoor, die zuipelap. In ieder geval hartstikke gezellig. Net even een livestreampje gedaan met Joost. Toen hij onderweg was hier naartoe. En ik ben echt volop bezig met de vlogs van aankomende week. Of van vorige week eigenlijk, voor jullie. Voor jullie vorige week. Want ik loop een beetje achter. Het heeft alles te maken met twee vlogs van het Openluchtmuseum. Dat heb gewoon zoveel tijd en energie gekost. Vooral tijd. Dat ik gewoon extra tijd nodig had om die vlog gewoon helemaal netjes te editen en zo. Proost. Bacardi ook hard met cola. Ja, het is gewoon cola hoor. Ja. Joost die denkt dat er alcohol zit, maar het is gewoon helemaal gevuld met cola. Er zit helemaal geen rum in, helemaal niks. Met rum. Dat weet jij niet. Dat weet jij helemaal niet. Dat misschien heb ik er gewoon alleen maar cola in gedaan. Dat weet ik wel van je livestream. Oh, kut. Exposed. Mooi hè. Ja jongens, dan ben ik exposed. Wat moet ik nou doen? Moet ik gewoon doorgaan met liegen of zal ik nou de waarheid vertellen? Oké, nee, er zit een rubbertje in. Ik hoop dat we dat de zondag ook kunnen doen na de wedstrijd. Want we hebben tenminste gewonnen. Ja. We hebben 3 punten gepakt. Dat zou wel lekker wezen.
Het is echt, ja, Feyenoord heeft altijd moeilijk thuis tegen Ajax. Ze winnen maar heel zelden. Ja, het is gewoon realiteit. Ze verliezen gewoon heel vaak. En het is ook heel vaak een gelijkspel. De laatste tijd is het heel vaak gelijk. Ja. De laatste tijd verliezen ze niet meer zoveel, maar is het elke keer 1-1, 0-0. Nee, 1-1 en 2-2 is. Maar het meeste is 1-1 altijd. Dus ja, we gaan het morgen wel zien, wou ik zeggen. We gaan het zondag wel zien. Morgen nog even naar de laatste training. Ik heb eigenlijk niet meer gehoord of dat Marcel nou meegaat. Nee, hij gaat niet mee. Oh, hij gaat niet mee. Nou ja, dan gaan we met tweeën. Dus we gaan met de auto eventjes. Dus de laatste training kan je meestal wel met de auto doen. Dus dan, dan moet je weer mee. Ja, het is met de auto wel sneller, weet je wel. Maar ja, tijdens wedstrijddagen is het gewoon zo druk. Dan kan het niet. Maar de laatste training is niet zo erg druk. Dus dan kan je wel gewoon makkelijk de auto pakken. Ja, precies. Dus vandaar dus. Nou, wij gaan nog even verder hier houden en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en we zijn weer nog eventjes over. Ik denk, ik zal nog even een stukje opnemen. Ja, Joost zit alleen maar naar mijn computer te kijken, want ik ben nog steeds volop bezig. Maar ik ben inmiddels aardig bij. Ik zit al op de vlog van morgen, of de vlog van gisteren zit ik al. Dus ik hoef alleen nog deze video te editen die ik nu aan het opnemen ben. Dus ik ben weer bij, jongens. Ik liep, even kijken, in totaal waren het 5 dagen of zo liep ik achter. Ja, 5. Dus ik heb in 1 dag, heb ik 5 dagen film, heb ik ingehaald, bijgewerkt. Dus ik ben wel trots op mijn eigen. Ja, ik heb het toch wel even snel gefixt. Ik liep echt heel ver achter in het editen. En dat was gewoon echt door die 2 vlogs. Dat heb echt zoveel tijd gekost. Ik hoop dat de 2 vlogs van Feyenoord, de laatste training en de Feyenoord Ajax, niet zoveel editwerk nodig heb. Want jeetje man, wat een hoop werk man. Nee. Ja. Maar goed, in ieder geval ben ik weer bij en kijk, en daarom is die week dus zo belangrijk voor mij, dat ik gewoon echt de tijd heb om lekker op mijn gemakkie te kunnen werken, want ja, je kon het nu al zien dat, dat ik die tijd gewoon echt nodig heb, omdat het zoveel werk is. Mensen die, ik heb dat al in de vorige vlog ook al uitgelegd. Mensen denken zo makkelijk van, nou ja, hij maakt een video, hij knalt het online en klaar. Maar er gaat echt heel veel tijd in zitten. Het is echt meer dan dat je verwacht. Dus, zo. Ja, ik zit even gelijk te kijken. En ik zie dan zo'n dingetje, weet je wel. Nou, dat zal wel niet te Nou, ik denk niet dat het de batterij is. Nee, ik zag hier ergens staan 4 uur en 3 minuten. Zo. Ja, maar zat er niet de camera? Dat zal wel niet de batterij wezen, denk ik. Nee, die zit daar boven. Ja, kijk, die hier zit. Nee, dit is wat anders. Ik denk dat dat de memory card is. Nog 4 uur en 3 minuten. Dus dat is het enige nog wat ik nodig heb. Nog een extra batterij heb ik eigenlijk nog extra nodig. Die ben ik nou wel lekker aan het sparen. Ik probeer wat los geld in 1 pot te gooien. Dat ik dat een beetje op kan sparen. En dan wil ik daar van het geld dat ik opspaar, losse geld, wil ik eigenlijk toch wel weer een tweede batterijpack kopen. Dat is wel makkelijk. Dus is toch wel makkelijk. En dan kan ik gewoon met 2 batterijen werken. Als de ene dan leeg is, dan kan ik nog filmen, dus alhoewel je met 1 batterij wel aardig doet. Voor mij was het mijn vorige camera was in ieder geval 1 uur, kon ik daarmee filmen. Dus als ik 2 batterijpacks zou hebben, zou ik 2 uur kunnen filmen, dus dat is wel aardig veel. Dan heb je wel aardig filmmateriaal. En ik denk niet echt dat je meer dan 2 uur filmt. Dan moet het wel echt een hele enorme
grote vlog wezen. Ik denk niet dat dat in één vlog, dat je 2 uur echt achter elkaar filmt. Dus, maar het is altijd makkelijk om een extra batterijpack achter de hand te hebben. Nou, wij gaan nog even verder en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo jongens, en het is hier nog steeds gezellig, maar wij gaan zo lekker slapen. Ik ga nog even snel mijn drankje verleeg drinken. Kijk, ik heb nog een heel stuk. Hoppa! Ik heb nog aardig wat. En ga ik even opdrinken en dan ga ik naar mijn bed. Want morgen dan is het, ik denk om 9:50 al opstaan. Nee, eerder al. 9 uur, ja, 9 uur opstaan. En dan moeten we weer op tijd het bed uit voor de laatste training voor de klassieke. Gaan we bezoeken en maak ik ook een vlog van. Dus vandaar. Nou, Joost is er ook nog steeds gezellig. Kijk, hier heb je Joost. Van gewoon. Joost. Van gewoon jeuk. Nee, van gewoon Joost. Van gewoon jeuk. Jeuk. Nee, van gewoon Joost. Oké, nou, ook van gewoon Joost. Dus we gaan dus zo even lekker pitten en dan gaan we lekker slapen en dan morgen vroeg op. En die vlog, die zien jullie allemaal morgen. Nou, ik zou in ieder geval zeggen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe even een blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En op die van... Joost. Van gewoon Joost. En dan zou ik zeggen, jongens, allemaal de groetjes. En ik zie jullie morgen bij de vlog van de laatste training. Groetjes allemaal en skabadi, skabadoo, skabadabadoo.